Dit is de marktanalyse van woensdag 21 september uh, rond het middaguur, rond een uur of twee, en we gaan zoals gebruikelijk weer eens kijken naar de uh, charts. We beginnen bij de Dow. Um, als we even nog een, een week teruggaan, um, wat heb je toen gezegd? Um, laten we even beginnen bij de linker chart, de dagchart. We zagen toen die grote uh, immense rode candle. Uh, gevolgd door een eigenlijk net zo grote groene kandel. Nou, toen was uh, de vraag eigenlijk: ja, wat, uh, wat nu? Want als we uitgaan van de cyclusstelling en we zeggen dat de cyclusbodem hier ligt, uh, eventueel um, hier, uh, hier ligt het laatste punt van de Double Circastics, maar hier ligt het laatste punt van de koers, um, dan zou in beide gevallen zou het. Um, ja, zeer onwaarschijnlijk zijn dat dit al een cyclusbodem is. Want dan tel je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dagen. Uh, of uh, maar 5 dagen. Dus dat is, dat is in beide gevallen tekort. Dan heb ik gezegd, nou, um, als je uitgaat van dit plaatje, dan zou je in principe verwachten dat lagere koers aannemelijk zijn. Maar laten we inderdaad even wachten wat de komende dagen gaat, gaat brengen. Nou, als we nu gaan kijken naar het uh, koersloop van de laatste dagen, dan zijn we per saldo niet zo heel veel wijzer geworden. Uh, dus laten we eventjes in, in detail gaan. We hebben uh, deze immense bar gezien naar beneden, gevolgd door deze grote bar omhoog, um, gevolgd weerom door een grote bar naar beneden. Dus wat je eigenlijk kunt stellen is dat um, de koers na deze, na dit herstel van onderkant naar de bovenkant van het bar en ik hierboven, hier in dit gebied en ik weer verkopers heeft gevonden en we zien ook dat daarna dit gebied we zouden dit zelfs nog kunnen verplaatsen hiernaartoe naartoe, dat ze met deze zone um, tot nu toe bij de pullbacks één, twee keer uh, elke keer te sterk is ge gebleken en, en dat ondersteunt mij in die visie dat ik zeg: Nou, er zit mogelijkerwijs nog een staatje aan te komen. Misschien zelfs, of wellicht waarschijnlijk, waarschijnlijker een, een lagere lo. Um, met andere woorden, mijn focus scenario zou eigenlijk dit zijn: dat wij nu in de eindfase zitten van de dagcyclus en dat wij nu nog een lagere low gaan neerzetten. Um, en waar die dan ligt, zullen we zo een week grafiek gaan, gaan zitten. Um, want als we nu even gaan tellen, stel we gaan uit, uit van uh, 26 augustus als volgende cyclusbodem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nou, dit zou dan de low zijn. Dit hier. Dit zou de midzaaikenloos zijn. We zitten dan in de tweede helft van de cyclus. Um, tot nu toe relatief bearish, niet echt overtuigend. Um, en zolang we eigenlijk niet boven die 18.260, 18.300 komen in deze zone, um, zou je eigenlijk moeten zeggen: Nou, dan zit het er voor de komende dagen nog in dat we een lagere loog gaan maken. En dan zie je ook hier in de Italiaanse Stochastics die langer blijft onderin liggen, die rode en die blauwe loopt op. En die zal waarschijnlijk dan die knik maken naar beneden. Dus ik opteer voor het scenario dat we de komende week per saldo um, nog lager los gaan, gaan zien. En het scenario wordt ongeldig als wij boven deze zone gaan uitbreken. Nou, dan gaan we even kijken naar de rechtergrafiek. De weekgrafiek. Hier zien we dat de, het, het uitbraakpunt hier, zeg maar tussen 18.000 en uh, 18.350, dat is weer teruggebroken. En we zijn nu hier op dit korte termijn steunpunt aanbeland. Nou, als we nu inderdaad uh, de dagcyclusbodem afmaken, um, dat zie je ook hier in de double kessic, er lijkt dus nog wat ruimte te zijn naar beneden. Waar zou je daar naartoe kunnen gaan? Nou, naar die lange MA-band, 17.800 misschien. 17.780 in die zone. Um, misschien even een spike daaronder, zoals uh, we zeg maar, op 27 juni hadden die week. Um, dat zou allemaal kunnen zonder dat eigenlijk die hele opwaartse trend gebroken wordt. Want het feit dat die nu is teruggebroken, dat is één. Dat is dus een lichte verzwakking van, uh, van het charttechnische beeld. Maar zolang eigenlijk we niet onder deze low komen hier, is de opwaartse trend nog gewoon nog intact. Um, dus dat moeten we gewoon volgens nog even vasthouden. Um, en laten we eventjes tellen: e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, um, <coughs> 12 misschien. Nou, dat betekent dat je dan ergens op de midzijken lood zit <coughs> en dan uh, misschien een lage top gaat zetten om daarna nog wat lager te gaan. Dus um, nou, vooralsnog um, niet erg bearish op de lange termijn. Het, het, het trendbeeld is gewoon nog intact. We hebben eigenlijk te maken met een normale correctie binnen deze opwaartse trend. Op de korte termijn zou ik zeggen volg en nog wat nieuweloos um, tenzij we in die linker grafiek boven deze zone gaan uitbreken. Het is de droom van elke trader. Zit op het terras, aan het strand, in een hotelletje, aan de bar mooie uitzicht, drankje erbij, half uurtje treden, uurtje maximaal, uiteraard elke dag, afsluiten met een mooie winst en dan weer genieten van het leven. Zo wordt het over het algemeen door, laten we zeggen, de wat minder serieuze aanbieders van trading seminars, trading webinars, trading boeken en de, de trading systemen um, aangeprezen. Wat is over het algemeen echter de realiteit? Realiteit? De meeste traders raken teleurgesteld in het treden. Wat is de voornaamste reden? Nou, dat is makkelijk um, het gewenste resultaat. Lees tussen aanhalingstekens de snelle winsten blijven uit. Er wordt zelfs geld verloren. Het duurt allemaal te lang. Het is te hard werken. Kortom, het uh, beeld van snel geld verdienen met weinig moeite um, komt in de praktijk niet uit. Waardoor heel veel traders uiteindelijk teleurgesteld afhaken. Trading wordt soms wel eens gepresenteerd als easy money. Even snel een kwartiertje traden, geld verdienen en dan klaar. In de praktijk is dat niet het geval. Trading is hard werken. Wat betekent dat? Moet je dan 8 uur per dag traden? Nee. Je kunt volstaan met een uur traden per dag, zelfs een half uur. Maar het harde werken vertaalt zich vooral in, de, in het begrip van de markten, het conceptuele begrip, de ervaring die je nodig hebt um, en ook de zelfdiscipline. Dus als er dan een heilige gaal zou zijn, die door sommigen als een soort tradingsysteem wordt aangeprezen, maar als er een heilige gaal zou zijn, dan ligt die bij de trader zelf tussen zijn oren. Um, omdat hij of zij namelijk iets kan wat anderen niet kunnen, en dat is een stukje zelfdiscipline opbrengen, bepaalde regels volgen, um, en elke dag feitelijk reproduceerbare trades doen. De heilige graal binnen tradingsystemen, trading methodieken, bestaat helaas niet. Echter, er zijn wel goede trading methoden, trading concepten. En ik durf te beweren dat ik zelf, uh, een trader ben die een goede, weldoordachte en logisch opgebouwde tradingmethodiek gebruikt. En gedurende drie intensieve cursusdagen laat ik zien hoe ik handel. Dus geen black box, alles wordt openbaar gemaakt. Ik laat alles zien hoe ik handel en hoe je feitelijk die handel, die reproduceerbare trades kunt overnemen. Even een korte greep uit het programma. We gaan in op een stukje markttechniek. Dus zeg maar de conceptuele basis van markten, trends, hoe ontstaan trends, wat zijn eigen eigenschappen van trends, van trading ranges, hoe verplaats je in andere marktdeelnemers, waardoor steun en weerstand ontstaat. Dat, dat begrip is heel belangrijk. We gaan uiteraard de cyclustheorie beschrijven, uitleggen, toepassen. Ik laat een aantal indicatoren zien die ik zelf gebruik. Wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen ervan? Hoe moet je die zien en hoe moet je die ook vooral niet zien? En heel belangrijk: ik leg uit, en we gaan dat tijdens de cursus ook samen oefenen: uh, price action. Met andere woorden, hoe lees je een koersgrafiek van candlesticks, van koersbars? Uh, iets wat heel veel mensen eigenlijk niet goed uh, kunnen, zij kijken gewoon naar een koersbar um, en zien niet wat voor een enorme schat. Aan informatie uh, je eruit kunt filteren. En we gaan dat dus tijdens de cursus intensief oefenen. Ander aspect, uh, multiple timeframes. Dus we kijken naar het samenspel van kortere en langere grafieken en dergelijke. Uh, en uiteraard zijn er nog andere zaken, zoals tradingpsychologie. Heel belangrijk, money management zoals stops, koersstoelen en dergelijke. Randvoorwaarden van trading. Uh, dus alles komt feitelijk aan bod. Is deze cursus nou bedoeld voor alleen daytraders? Nou, daar kan ik kort op zijn, nee. Hoewel ik zelf voornamelijk daytrader ben, is de methodiek, en dat gaan we ook tijdens de cursus uitgebreid behandelen, universeel toepasbaar. Dat wil zeggen voor daggrafieken, voor weekgrafieken, dus ook voor de langere trades. Het concept is voor alle timeframes uh, evengoed toepasbaar. Wanneer start deze cursus dan? Op 18, 19 en 20 november Locatie van de Valk Hotel Vught, dat ligt vlak binnen Bos, nabij de A2. En de cursus is dus vrijdag, zaterdag, zondag, elke keer van 9 tot 5. Nou, als je interesse hebt, lees dan eens rustig door alle uitgebreide informatie eh, over het cursusprogramma, over referenties, over de prijs, wat zit er in het cursusprogramma in, op mijn site cyclustrader.nl. Daar staat een, uh, een kopje seminars en dan kun je de hele tekst bekijken, rustig doorlezen en als je interesse hebt of nog vragen, stuur me dan even een mail naar m.arenslife.nl. Laten we nu naar de dax gaan. Linkgrafiek, de daggrafiek, rechtergrafiek, de weekgrafiek. Um, daar zien we nu een iets wat ander plaatje. Uh, dax lijkt zich een beetje te ontkoppelen van de DAW. Um, als we ervan uitgaan dat 29 augustus, de vorige cyclusbodem was. En we gaan tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nou, dan zou het kunnen zijn dat dit een cyclusbodem is geweest. Als je naar de indicatoren kijkt, we zien die knik in de double stochastics. Um, we zien steun RSI op die 40-lijn. We zien hier een oplopende kwik-indicator. Um, dan zou dat kunnen. Ook de trigger is ze, want we hebben hier een, een, een vrij grote rode bar gezien. Deze. En die werd hier in de dagen daarna gewoon keurig gebroken. Nou, um, nu kom je natuurlijk in een dilemma, want stel de Dow gaat inderdaad nog een paar honderd punten naar beneden. Gaat de dak dan oplopen? Nou, dat lijkt mij <coughs> zeer de vraag, of beter gezegd, dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Dus we moeten rekening houden met een scenario waarbij dit dus niet de cyclusbodem is, maar er wellicht nog een staatje achteraan komt, zoals bij de douw, en dat we uiteindelijk dit niveau hier, rond die 10.100 nog, nog een keer gaan testen, zoals, zoals hier. En dan zou je in de double stochastics eigenlijk dit zien, dat deze dan vervolgens naar beneden gaat, dat die rode ook nog een keer naar beneden gaat hier en een soort dubbele bodem um, gaat maken hebben we dat wel eens gezien in de in het verleden um, ja zeker dan gaan we eventjes naar deze grafiek hier um, hier zie je het terug kijk hier hebben we ook bijvoorbeeld een slinger gaat omhoog gevolgd door een slinger naar beneden um, we kunnen nog eventjes teruggaan Um, hier zie je hetzelfde. Kijk, hier ook is die double stochastic al een keer omhoog gekruld en dan nog een keer naar beneden. Dus het feit dat um, dat, dat de double stochastic nu aangeeft dat er mogelijk een bodem is gezet, um, is een signaal. Maar en dat wil ik graag benadrukken: een indicator is een afgeleide van de koers. De koers is leidend. En um, als je zo naar de naar het chart, chart, technische beeld kijkt, dan leidt het erop dat dit gewoon een correctiebodem is. Uh, betrekken we de intermarket-analyse van de Dow erbij, dan houden we rekening met mogelijkwijs nog een lagere low. Maar dat betekent dus, um, kijk even naar een signaal in de DAX. Wat moet er bijvoorbeeld gebeuren? Nou, waar we naar kunnen uitkijken is bijvoorbeeld N50, 65%. Reactie. Met andere woorden, als we ervan uitgaan dat er nog een lagere low komt, dan zie je heel vaak dat die pullback hier, dat die correctieve beweging omhoog, dat die in die 50-65% zone gaat stranden, zeg maar in dit hokje. Nou, daar zitten we nu in. Dat, hebben, dat hoogste niveau hebben wij nu bereikt hier. Um, dus als we inderdaad vandaag gaan afketsen en vervolgens wellicht vandaag nog of morgen, onder de low komen van vandaag, zeg maar de 10.450 zo'n beetje, dan durf ik daar wel een kortlopende short aan te gaan met een stop erboven. Dat is een vrij agressieve positie, maar met een relatief kleine risk en mogelijk een risk-reward van nou ja, zo'n 300 punten. Kijken we even naar de rechtergrafiek, de weekgrafiek. Wij tellen nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de 13e week. Dus ook hier zou je mogelijk kunnen zeggen: Nou, is de top van de week misschien al gezet? Vraagteken, want gemiddeld duurt een cyclusbodem 18, 19 bars. Um, en misschien is, is dit de laatste beweging omhoog, die dan gevolgd wordt door een daling naar die cyclusbodem van de week. Dat zou aansluiten bij het uh, verhaal van de DAO. Dus uh, dit zijn de scenario's voor de DAX. Zolang we eigenlijk niet onder die low komen van vandaag, uh, hou ik mijn visie nog even gericht op een mogelijke test van deze top. Kijk ik naar de intermarket analyse met de DAO um, en ik zie hier een, een omkeersignaal dus er moet heel duidelijk een omkeer zijn van de dag, dan wel morgen of overmorgen dat wij zeg maar een rode candle krijgen dat we onder die low van vandaag komen, dan opteer ik voor nog een aanval op deze low van uh, 16 september en een test van die steunlijn van de 10.100, 10.110.